Ik ben vandaag bij Walibi. En ik heb mezelf een abonnementje maar eens even cadeau gedaan. En dan gaan we daar maar eens even fijn, leuk het park bezoeken dit jaar. Dus jullie zullen vaker dit jaar een vlog zien van mij. Hier vanuit Walibi. Dus niet alleen vanuit de Efteling, maar dus ook vanaf hier. Nou, het is bijna 10 uur. Dus het park gaat zo open. En dan gaan we eens even een leuke dag beleven. Het wordt voor mij ook de allereerste keer dat ik een RMC-achtbaan ga doen. Een tamed. We zullen zien hoe het park erbij ligt. Want het is de laatste keer dat ik hier geweest ben, is in 2016. Bij de Halloween Friday Nights. Dat is toch wel best een tijdje geleden. Nou, we gaan kijken hoe het hier is. Nou, ze hebben sinds dit jaar, heb ik begrepen, dat ze deze bol weer terug hebben gezet. Ze letten Walibi Holland erop. Bij het regengebied is er nog weinig veranderd. Nou, zo, naar binnen. En het eerste wat ik ga doen is natuurlijk untamed. De allereerste RMC van mij. Dat heb ik nog nooit gedaan in de RMC. Ik heb überhaupt dat ik ooit een RMC heb gezien. Dus ik ben benieuwd. De wildernis. Het gebied waar untamed ligt. Nou, ik ben er zo wel heel erg benieuwd hoor. Ik ben benieuwd, dat is natuurlijk omgebouwd naar een teenteen. Dat heb ik natuurlijk wel gevolgd op de socials. En dat ziet er ook wel verdomd gaaf uit. Nou, een teen komt in zicht, jongens. Oh, wat ziet die bocht tevreden uit, jongen, als je het station uitrijdt. Die outward banking turn. Wat is dat vet. Jeetje. Wat een apparaat. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden heb ik de Colossus gedaan in Heidepark. Kijk die vlog ook even als je hem nog niet gezien hebt. Wauw, wat een vette trein. Een tent. Be brave. Nou, be brave, dat zijn we zeker wel.
Zo jongens. Wel wow, wat een heerlijke baan is het eend. Lekker soepel. 5 inversies. Een gangetje van, wat is het, van 98 km per uur of zo. Oh, heerlijk jongens. Ach, wat een fijne baan. Een heel stuk beter dan dat Robin Hood ooit is geweest. Nou, ik ga zo even kijken of ik een volgende achtbaan kan pakken. Een Goliath. Ja, het nieuwe gebied. De achtbaan Eat My Dust. Een waterspeelplaats. Een van de beruchtste achtbanen van Walibi. De allereerste Vekoma SLC Condor. Nou, ik heb daar geen goede ervaringen mee, dus ik sla hem ook over. Ja. Daar kunnen we best de hoofdpijnen van krijgen van een gek apparaat. Hoewel er wel nieuwe treinen op staan, maar die schijnen ook niet echt bevorderlijk te wezen. Dus die doen we dan maar niet. Dat is er eentje die we natuurlijk uiteraard wel gaan doen. De Intamin Mega Coaster uit 2002. De Goliath. Even kijken hoe soepel die nog rijdt. Jongens, mooi opgeknapt. Yes. We gaan het doen. Oh jongens, wat een heerlijke baan toch. Goliath. Hij rijdt nog steeds net zo soepel. Dus heerlijk ding. Heerlijk die strengeldive hij doorheen duikt. Een heerlijke airtime. Fantastisch. Nou, ik ga zo eens even kijken wat ik de volgende ga doen. Misschien dat ik even de Express pak. Platform 13. Dat is ook al een tijd geleden dat ik die gedaan heb. Ook een Vekoma achtbaantje. In de tijd van Six Flags heette die nog Superman Ride. Dan heeft hij gewoon een tijdje Express geheten en nu heet hij Express Platform 13. Ik heb hem al een keer eerder gedaan. In Halloween Friday Nights van 2016 of zo geloof ik. Maar ik ben benieuwd hoe die nog steeds is. Of de wachtrij ook nog steeds zo mooi is. Nou, voordat we de Express pakken is maar eens even een rondje in de Le Grand Roue, het reuzenrad van Walibi Holland. Kunnen we eens even mooi genieten van het uitzicht. Het is vandaag tot nu toe nog lekker rustig in het park. Alleen hun tent heeft een beetje een warrijtje.
playground. Ik sla expres heel even over, er staat nu even een beetje een lange wachttijd, 20 minuten. Nou, als het goed is, staat voor de speed of sound maar 5 minuten, dus dat gaan we eerst maar eens even doen. De laatste keer dat ik hier was, was de speed of sound dicht. Dus ik heb hem nog nooit in deze opstelling kunnen doen, met de onrijpe muziek. Wacht op mama. Daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Je kan dat ook op een nette manier aan mij vragen, hè? Ja hoor, je kan wel een leuke mop vertellen als je dat zo graag wil. Hey, hoe noem je iemand die niet lid mag worden van een bibliotheek? Oh nee, ik zeg hem eigenlijk verkeerd. Welk beroep mag er nou niet lid worden van een bibliotheek? Een boekhouder! Nou, ik vond het een aardig grappige mop, toch? Nou, wat krijg je als je een giraf kruist met een Duitse herder? Dan krijg je een waakhond die over de schutting heen kan kijken. Hey, wat is dan de overeenkomst tussen je billen en de woestijn? Er zit kak tussen. En hoe noem je een mobiele telefoon die in de wc is gevallen? Een Playmobil. Oh, dat is echt gebeurd bij hun? Ja, oh, maar ben je wel een beetje slim? Nee. Ja? Welk dier bestaat er voor 75% uit wol? Een schaap? Nee, een wolf. Wat? Broer is heel hard aan de bovenkant. Doe je eens heel hard aan de bovenkant. En dan gauw wegrennen, hè? Het is wat, hè? Kijk, daar staat nog iemand mij te filmen, dag meneer. Ik zie u wel. Gezellig, hoor. Moeten jullie nog meer moppen horen, dames? Ja. Hoeveel kanten heeft een cirkel? Vier kanten en buitenkant. Helemaal goed. En waar ergert bestek zich aan in de bestekla? De opschrijflepel. Helemaal goed. En over de opschriplepel gesproken, hè? Welke taal wordt er gesproken in de vaatwasser? Nee, Servisch. En welke schoen heeft geen zool? Nee, een handschoen. Hé, het is geel en het zit op een stoel. Nee, een citroen. En waarom vliegt een heks op een bezem? Nee, een stofzuiger is te smart. Welke bus kan niet rijden? Helemaal goed. Ja, dat kun je doen, maar er zit chloor in. Oh, een sportwaterpistooltje. Oh, dat is wel goed. Als je het maar niet opdrinkt, hè. Anders geef je vanavond licht in het donker. Ha. Hey, waarom heeft Jantje een blauwe fiets? Om te kunnen fietsen. En waarom gaat een boom niet naar school? Niet spuiten? Oké. Ja, jij zegt niet spuiten, dan maar ontploffen. Oei! Zo, nou. Hé, waarom gaat een boom niet meer naar school toe? Hij is geschorst. Of? Hij snapt er geen haat van. Hé, waarom moet een bakker naar het ziekenhuis? Helemaal goed. Hij is gebeten door een tijgerbrood. Ja.
Hé, hey, er staan 12 koeien onder een paraplu, maar ze worden niet nat. Hoe kan dat? Het regent niet. Helemaal goed. Even kijken, waarom is er als iemand weggegaan bij zijn vrouw? Nee, hij had ruimte nodig. Want? Ik moet even niet gaan spuiten, oké? Okay. Lekker intens baantje, speed of sound. En dat was wel weer leuk. Dus even kijken of de Lost Gravity nu al kan pakken. De grootste achtbaan is een beetje al gehad, op de Express nog na dan. Ja goed, die pakken we vandaag natuurlijk ook nog een keer mee. Ik ben wel even benieuwd hoe de Lost Gravity nou is. Het wordt de tweede keer dat ik hem doe. Dus. Ja, zoals we zien is de Splash Battle toch gesloten. Ja, de Splash Battle hou ik niet zo van. Maar je vult er nat in. We lopen even via de Playland. Naar de Mack Rides Big Dipper. The Lost Gravity. Zero dan. Lekker ritje Lost Gravity. Ik vind de toegangszone wel mooi hier gemaakt. Maar goed. Ik ga eens even een hapje eten. Ik begin een beetje honger te krijgen. Dus. Zo, we hebben lekker wat eten binnen.
Express is morgen gezakt nu naar 5 minuten, dus ik ga het nu eens even doen. Express, platform 13. Ja. Laten we eens even met de metro gaan. Passengers only. Nou, we zijn passagiers, dus we gaan er even mee. To the platforms. Mooi. Die kan nog. Deze kan wat. Beetje warm hier. Mag je een partij? Deze helling liep vroeger altijd buiten. En hier komen we bij het opstapstation. Natuurlijk voor ons hier doen. Zo, nou mijn hondje Express Platform 13 gaat. Blijft wel gewoon een leuke baan. Het schijnt dat zelfs de baan hetzelfde is als de Rock'n'Roller Coaster in de Disneyparken. Alleen deze is buiten in plaats van binnen. Maar goed, ik ga even naar Merlin's Magic Castle. We gaan daar een rondje op doen. Kijken of die nog hetzelfde is gebleven. Zo, we zijn aangekomen bij Merlin's Magic Castle. We komen met ouds. Vergelijkbaar met de Villa Volta in de Efteling. Ja, eens kijken of hier nog wat aan veranderd is qua muziek of iets dergelijks. Want de laatste keer dat ik hier in ben geweest, draaiden ze tenminste vanaf het begin van de muziek nog van de film Willow. Dat was de soundtrack die ze daarin draaiden. In de versnelde versie. Maar ik ben benieuwd wat ze nu hebben. Iedereen doet dat wel eens van jullie. Jezus, jongen. Kom, dat kwaad. Ja. Oh, dat ging heel makkelijk. Zo, dat was Magic Castle. Het ritverloop is heel iets anders dan wat het vroeger was. In de jaren 2000 en de Six Flags tijd, zeg maar. Maar eerlijk is eerlijk, ik vind Merlin's Magic Castle een heel stuk beter als
Villa Volta. Wat een lichteffect en wat een show geven ze daar binnen, zeg. Jeetje, dat is echt heel mooi. Echt een stuk beter als Villa Volta. Het draait ook een stuk heftiger. Maar goed, Villa Volta is, was de allereerste versie ervan, van de Madhouse van Vekoma. Dit is een, natuurlijk een iets nieuwere versie uit het jaar 2000. Villa Volta stamt uit 1996. Maar goed, dat is al niet te min. We gaan weer verder. Van de TikTok liedjes. Ja, kennen jullie deze ook? Is die meer voor meisjes? Ja. Ja. Deze is wel leuk voor jullie. Club ben ik? Ja. FC Walibi. En van welke voetbalclub ben jij dan? Weet ik niet. Ja. Voor een Nederlands elftal zeker. Ja, dat was. Nou, je vraagt het wel op een hele nette manier, hè? Wil je alsjeblieft Europapa opzetten? Ja, dat mag. Alsjeblieft, zeg je? Wij moeten jullie wel een beetje meezingen en mee dansen, dat wil ik dan wel zien. Oh,
van mijn papa goed is. En die stopt dat tot vis en zegt, ja, maar ja, dat doet hij goed, hè. Wij komen in Europa, wij kieten de kans. Europa, pa, Europa, pa. Wij komen in Europa, wij kieten de kans. Europa, pa, Europa, pa. Worden, omdat hij vandaag sandalen aangetrokken heeft. Hij heeft toch sandalen aan, of lijkt dat zo? Oh, hij heeft gewoon een grip aan. Oké. Niks mis met sandalen, hè? Helemaal goed. Maar wat zijn jullie eigenlijk van elkaar? Vrienden? We zaten samen in het leger. We zaten samen in het leger, ja, geloof je het zelf? Ja. Daar geloof ik helemaal niks van. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Walibi. Waarom zie je er zo raar uit? Waarom zie je er zo raar uit? Nou, omdat ik jou een geheimtje moet vertellen, vriend. Kijk, jij vindt dat ik er raar uitzie, maar eigenlijk, hè, ben ik een spiegel. Zo, nou jongens, ik heb mijn postje achtbanen weer gehad voor vandaag. Ik ga even lekker naar huis toe. En wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Voor de video nou leuk, gooi dan even die duimpjes omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En dan gaan we nog verder omhoog. Dat is natuurlijk altijd fijn. En vergeet ook geen reactie te geven onderin de reacties. Hoe vaak ben jij al een keer in Walibi geweest? Lijkt me leuk om te weten. En of je ook een abonnement hebt. En dan zien we elkaar weer gauw. Doei doei!